Een hele goede dag, welkom bij weer een nieuwe video. Heeft VeChain de bodem gezien en heeft Polkadot de bodem gezien? En daarnaast gaat Bitcoin met 60% stijgen. Dat en meer ga ik in deze video bespreken. Blijf dus zeker kijken, laat daar vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Ja, de afgelopen weken waren niet bepaald saai in de cryptomarkt. We hebben een hele hoop dingen voorbij zien komen, waaronder dus bijvoorbeeld de SEC in Amerika die Binance heeft aangeklaagd, die Coinbase heeft aangeklaagd. En we zien ook sinds een aantal dagen dat Binance de diensten stop gaat zetten in Nederland, omdat het niet kan of niet wil werken volgens de richtlijnen en de regels vanuit de Nederlandse bank. Dat betekent dus ook dat de diensten dus gaan stoppen en dat je dus je crypto van het platform af moet gaan halen. Dat betekent dus ook dat je naar een alternatief kan gaan kijken. De alternatieven waar wij eigenlijk zelf al jarenlang mee werken, dat zijn Bitfavo en Bybit. Bitfavo vooral voor het storten van euro's in de markt, daar crypto van kopen. Of bijvoorbeeld crypto uitcashen naar euro's is het gewoon perfect voor. Maar ook een stukje DCA toepassen, een stukje spot traden. Is Bitfavo echt gewoon een goede Nederlandse optie met een licentie bij de Nederlandse bank. Dus dat scheelt ook weer veel. Daarnaast dus Bybit voor het actief handelen, derivatenhandel, spot traden. En daarnaast zijn zij in ieder geval druk bezig om een licentie te krijgen. Ze proberen netjes volgens de regels en de wetten van de Nederlandse bank te voldoen. Dus daar zijn ze in ieder geval proactief mee bezig. En tot de tijd kun je in ieder geval daar gewoon gebruik van maken. In mijn oog gewoon allerbeste derivatenhandelplatform van deze markt op dit moment. Mocht je nog geen accountje hebben en je wilt profiteren van kortingen en acties, onderin de video staat in de beschrijving een linkje en daar kun je aanmelden en dan maak je dus kans op winacties en dus krijg je die kortingen. Goed, laten we dan maar eens gaan kijken naar de markt en allereerst natuurlijk Bitcoin, want Bitcoin is gewoon een bepalende factor. Hè? Als Bitcoin hard gaat stijgen, zullen altcoins in eerste instantie achterblijven, later gaan aanhaken. Als Bitcoin hard gaat dalen, zal de hele markt keihard onderuit gaan. En als Bitcoin in consolidatie ligt, biedt dat kans voor altcoins. Dat is gewoon een beetje hoe de money flow binnen deze markt werkt. En hoe hoger Bitcoin gaat, hoe meer dat de aandacht trekt, hoe meer dat in headlines, in kranten, op social media voorbij gaat komen. En hoe meer dat dus de aandacht gaat trekken van nieuw geld. Want dat is uiteindelijk wat we nodig hebben. En dat nieuwe geld, dat wordt dus door Bitcoin aangetrokken, door een stijgende Bitcoin. En dat zal in een later stadium vooral naar altcoins gaan vloeien. Dus een hard stijgende Bitcoin zet dus ook een bull cyclus voor de hele markt in gang. Dus wat we nu zien is gunstig, dat wil je juist zien. Je wil zien dat Bitcoin door blijft stijgen. En ik denk ook dat we dat gaan zien. Want wat zien we namelijk? We hebben dus die key support op die 15.2k. Hè, dat is de bovenkant van deze zone. Ik heb iets doorgetrokken als zone, omdat je bijvoorbeeld ook de candle close basis zou kunnen hanteren. We spreken al maandenlang, ook toen we hier nog aan het bewegen waren, over een key level. Dat was de 25.2k. Heeft als resistance gediend, resistance. En nu dus als support. Gewoon een simpele SR flip. Hè, een support zone is dit gewoon. Komt ook uitgebreid terug in onze trade cursus, daarover zo meteen meer. Maar wat mooi is dat we dus die RSI hebben, die RSI reset gehad hebben. We lijken nu aan de volgende impuls met nieuw momentum omhoog te beginnen. Leg er nog eens een keer de IMA's eroverheen, waarvan ik altijd heb gezegd, als we echt in een bullish trend in de markt zitten, komt ook in het nieuwskanaal terug. Hè, het gratis Telegram kanaal, linkje daarvan staat ook in de beschrijving van de video. Join hier ook gerust. Heb ik het vaker aangehaald. Als we in een bullish trend in de markt zitten, mag je verwachten dat het dient als steun. Dat hebben we in het verleden gezien. Ook charts met meer prijshistorie kun je zien hoe dat in een bullmarkt als steun fungeert. En ook hier zien we dat dus. Dat hebben we hier gezien. Hier hebben we letterlijk een bodem gezet. Dus op die IMA's zijn we de push omhoog gemaakt. Zijn we teruggekomen. En nu lijken we wederom het te gebruiken als steun. Dus gebruik ook vooral die 21 en 12 IMA als extra stukje confirmatie. Hou je vooral aan de prijsactie. Kijk vooral naar horizontals. Naar de prijsactie zelf ook. Maar gebruik dit bijvoorbeeld als een stukje extra confirmatie. Stel dan dat je dus op support ligt. Met dus die IMA's die er liggen. Met de RSI in dit geval die dus op 50 RSI level ligt. Ja, dan weet je dat de kans op een bounce gewoon heel groot is. Dat is ook de reden waarom ik de afgelopen weken continu bullish ben geweest. En dus had over nieuwe yearly highs. Nou, het lijkt dus bijna zover. We zitten er dicht tegenaan. En ik denk dus dat die trend gaat doorzetten. Nou, goed. Zoals vaker gezegd, hè, 32.450 is het key level. Als je daar voorbij gaat komen, ga ik er persoonlijk vanuit dat we veel hogere prijzen gaan zien. Dan kijk ik dus naar dit soort prijstargets. Hè.
naar die 48, 52, 65 en een nieuwe all-time high boven de 69k. Dat is gewoon wat ik verwacht als we boven die 32.450 gaan komen. Daar zijn we nu bijna, zitten we vlak onder, ziet er positief uit. We naderen nu wel iets van resistance, hè? 31.061. Als we iets verder gaan inzoomen, zien we ook dat we daar nu een beetje onder aan het consolideren zijn. Is ook niet gek, omdat hier natuurlijk ook een drop-off point licht lijkt te rejecten. Voor mij geen reden om naar shorts te kijken. Ik denk namelijk dat we nog voor die high gaan. Dus ik denk dat we nog één push omhoog gaan maken voordat we iets van een potentiële wat diepere correctie zouden kunnen gaan zien. Hoeft nog niet eens per se. We kunnen gewoon doorstoten omdat we zo bullish aan het trenden zijn. Maar dat biedt wel een mogelijkheid tot een short scalpje. Op dit moment dus nog niet. Je wil eerst zien dat we die 31.061 gaan ophalen. Dus zoiets gaan doen. Dan zwakte tonen. Cruciaal. Dus confirmatie afwachten. En als je dan zwakte toont, kun je daarna naar een short scalp kijken. En dan conservatief met je TP'tjes. Want je zit in een agressieve uptrend. En je kan wellicht ervoor kiezen om met 0,5% risk te doen. In plaats van 1% wat je normaal gesproken doet. Aangezien je tegen de trend in aan het shorten bent. Maar dat is eventueel een scalp die je zou kunnen spelen. Voor nu, zolang we die high nog niet hebben opgehaald. Betekent dus ook dat er nog liquiditeit ligt. Betekent dus ook dat ik interesse heb om daarheen te spelen. Hè? Want je kan op twee manieren op liquiditeit inspelen. Punt 1, als je de liquiditeit daadwerkelijk ophaalt. Hè? Liquiditeit zijn stoplosses van andere traders. In dit geval stoplosses van mensen die hier short zijn gegaan. Die hebben hierboven een stoploss staan. Nou, de markt neigt ernaar om die stoplosses een keer op te gaan zoeken. Want het, op die manier, dat is een mechanisme waarmee grotere partijen in positie kunnen komen. Zonder dat ze de koers te veel in een nadeel beïnvloeden. Dat is gewoon in de notendop wat liquiditeit ophalen betekent. Nou, als je dan die confirmatie krijgt, kun je dan dus naar een short scalp kijken. En dan neem je gewoon op de weg naar beneden je TP'tjes. Gaat hij daarna door naar een nieuwe high. Prima, heb je de trade al lang in de pocket, heb je je winst gepakt en ziet het er gewoon goed uit. Dus dat is optie 1. Dus als de liquiditeit is opgehaald, kun je naar short scalpen kijken. En optie 2 is dat je richting die liquiditeit speelt. Als je weet, we zijn bullies aan het trenden en boven ons staat liquiditeit open. Het enige wat je dan hoeft te doen, had je natuurlijk gisteren ook lokaal kunnen doen. Hebben we in de educatiegroep kort besproken. Ik heb aangegeven dat ik hem nog niet ging spelen, omdat ik nog ietsje meer prijsactie wilde afwachten. Iets meer rangevorming. Maar je had eventueel naar een scalp long kunnen kijken. Nu hebben we iets meer prijsactie gevormd. En dus als we nog één keer de low op gaan halen. Sterk gaan tonen. Dat is voor mijn argument om naar longs te kijken. Targeting lokaal deze high. Daarna de 31.061. En daarna laat je hem gewoon doorlopen. Hier sowieso een TP'tje op de 32.450. En dan kun je daarna gewoon een open target hanteren. Want daarboven gaat het gewoon heel hard trenden. Dus ik ben echt wel geïnteresseerd in een long. Risk to reward is wel aanwezig. Maar juist omdat we dus wel hard zijn gestegen. En je best hoog in de impuls zit. Is het verstandig om niet te agressief erin te gaan. En dus ietsje van een pullback afwachten. Wat wel wenselijk is. Ja, mochten er vragen over zijn. Over dat hele short-term plan. Laat het gerust in de comments weten zoals altijd. Dan zal ik daarop inhaken en eventueel wat toelichting geven. Mocht je dat graag zouden willen. Dus of de long of de short. Interesseert me niks welke als eerste komt. Natuurlijk is wel het meest ideale om zoveel mogelijk in longs te komen. Waarom? Omdat je in een uptrend zit. Maar in principe, prijstechnisch gezien, zou je allebei kunnen spelen. Ja, dan gaan we nu door naar VeChain en zometeen ook Polkadot. Er zijn namelijk wel wat interessante dingetjes gebeurd. Op de weekly zien we namelijk dat we lokaal nipt een low hebben neergezet. Maar niet heel overtuigend. Dus voor mij is het niet een mega overtuigende low. Dus niet per se bearish. We hebben natuurlijk hier nog wel een low staan op de 0,00889. Daarvoor moet de prijs vanaf hier nog een keer halveren. De vraag is of we dat gaan zien nu de markt zo sterk lijkt aan te trekken. Dat wil niet per se zeggen nu Bitcoin een nieuwe autumn high zou kunnen gaan bewegen. Dat VeChain dit gaat doen. Maar het zou wel kunnen betekenen dat VeChain wat meer zoiets gaat bewegen. En dus meer een bodem gaat vormen. Dus het kan zijn dat je hier nog gaat komen. Maar ik zou ook niet te veel blind erop staren. Nu de markt aan het aantrekken is. Want ja, USDT pairs ook op altcoins zullen toch in zekere mate worden meegetrokken. Als Bitcoin verder omhoog gaat bewegen. Dus het kan best zijn dat we hier bezig zijn met een fatsoenlijke bodem vormen. Maar het is nog wel wat vroeg om daar conclusies over te trekken. Over 7 dagen en 15 uur is de monthly close. Als wij de monthly zo of iets hoger gaan sluiten, ziet het er wel echt serieus positief uit. Heb je namelijk
in eerste instantie aan de bovenkant liquiditeit opgehaald. Werkt dus ook op het monthly, hè. Liquiditeit opgehaald aan de bovenkant. Wat ga je dan doen? Prijs gaat aan de andere kant de liquiditeit opzoeken. Nu hebben we dus aan de andere kant de liquiditeit opgezocht. Wat mag je dus volgens de liquiditeitstheorie verwachten? Juist, onderkant opgehaald betekent bovenkant opzoeken. Betekent dus dat je mogelijk, als we dus hier die low gaan vasthouden op de, even kijken, 0.01533. Dat de kans groot is dat we aan de andere kant weer de liquiditeit gaan opzoeken op de 0.03255. En wat krijg je dan? Dan krijg je gewoon een range. En wellicht ga je hier weer afwijzen en ga je weer naar de onderkant toe. Maar dan ga je dus wel iets van een basis vormen. Dus vanuit een agressief bearish trend ga je langzaam richting meer zijwaarts bewegen. En dit is hoe uiteindelijk ook bodemvorming op de meeste altcoins wordt neergezet. Dat kan maanden duren, dat kan zelfs een jaar of anderhalf jaar lang duren. Voordat zo'n coin echt daadwerkelijk omhoog gaat bewegen. Maar dit is in ieder geval wel wat je graag wil zien als jij bullish bent op de lange termijn van VeChain. Je wil afremming zien in dat bearish momentum. Dat zien we nu redelijk. En nu wil je gewoon graag een vaste bodem gaan neerzetten. Dat je ergens gaat vasthouden. Dat proberen we nu hier. Ook als we lokaal gaan kijken, zien we dat we omhoog aan het pushen zijn. We hebben een low neergezet. We hebben een high neergezet. High low. High high. Dus dat betekent ook tegelijkertijd dat je voorzichtig wel naar een scalpje mag kijken. Of zelfs een swing trade kun je het gerust noemen. Dus dit was je marktstukje shift. Hè? Want low, high, high, low, high, high, marktstukje shift. En dan zou je dus nu kunnen gaan kijken ergens in dit prijsgebied hier zo. Van waar zou ik potentieel een high, low op kunnen gaan pikken. En ik zou vooral niet te hoog gaan zitten, want je loopt hier in de resistance van de lows. Je loopt in de resistance van deze supply hier. Dus de kans dat je vanaf hier gaat afwijzen en een pullback gaat zien is gewoon groot. Betekent dus dat je in een mooie long positie kan gaan komen. Nou, als we naar de 4 hour gaan, zien we ook wel wat kantjes liggen. Optie 1 natuurlijk is hier de liquidity hunt. Hè? Dus de hunt van de low op de 0.01620. Daar moet je wel confirmatie voor afwachten in deze vorm. En dan speel je dan gewoon de long. He, want het loont om liquidity grabs aan de onderkant op te pikken. En daarop te longen als je in een uptrend zit. Optie 2 is in mijn ogen toch wel deze. Even kijken. Zo. En dat is deze demand. Mooie zone. Vrij clean ook. 0.015 tot 0.0146 ongeveer. Dat zijn voor mij eigenlijk de twee opties. Er ligt iets tussenin. Maar de reden dat ik dit niet speel is omdat je dan eigenlijk alweer onder dit blok aan prijsactie komt. Dan zit je eronder te longen. Dus wat je dan veel beter kan doen is gewoon... je kan hem wel markeren. Deze demand hier. Hè? En wat je dan graag wil zien is bijvoorbeeld... Hunt van de low, sterkte, high low, entry spelen. Dus je profiteert er dan wel van mee. En dan reclaim je ook weer dit prijsgebied. Dus ik zou of dit spelen, of dit zou ik spelen. Dat is in ieder geval hoe ik naar de koers kijk. Dus of de zone van 0.01620, of de zone van 0.015 tot aan 0.0146. Nou, gaan we even kijken naar de BTC pair. Daar zien we... Eigenlijk dat het plan mooi is uitgespeeld van de vorige VeChain video. Hè, dat ik omlaag keek. Rejection gezien. Richting de low bewogen. Maar low nog niet opgehaald. Dus het zou kunnen dat we nog één keer. Het is natuurlijk wel low sats. Maakt allemaal een stukje tricky hier natuurlijk. Eén keer een wikje omlaag. Dan de sterkte. En dan ga je waarschijnlijk ook op de USDT pair echt die sterkte zien. Dus kijk daar dus vooral naartoe. Houd dus vooral dat punt op de 51 sats in de gaten. Ga je daar een wikje onder zien en je gaat daarna een sterk opgekocht candle zien. Dan weet je dus, oké, VeChain kan wel eens bezig zijn met die bodem. En dat we dan echt een significante push omhoog kunnen gaan maken. Dan, mocht je meer zelfstandig aan de slag willen gaan. En je wil niet afhankelijk zijn van wat iemand anders op YouTube post. Of een analyse ergens of wat dan ook. Dat je gewoon je eigen analyses kan maken. Je eigen investeringsplan kan maken. Je eigen koop- en verkooppunten kan bepalen. Dat leer je dus in de tradecursus. En dat kan dus met traden, maar kan dus ook met investeren super waardevol zijn. Dus met onze tradecursus kun je trends leren herkennen, levels intekenen, daytraden, swingtraden, risicomanagement, prijsactie lezen. Komt allemaal aan bod
in de verschillende hoofdstukken die wij hier aan de linkerkant hebben staan. Scroll er gerust even doorheen, zet gerust de video even op pauze, kun je even lezen welke opties er allemaal zijn. Daar leer je dus aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden, textueel en video uitleg, leer je dus over al deze concepten. En dan krijg je ook automatisch 1 maand gratis educatiegroep cadeau. Mocht je meer willen weten, check vooral even onze website www.cryptocointalk.nl/tradecursus en daar vind je dus meer informatie. Tot slot gaan we kijken naar Polkadot. Polkadot is in mijn ogen net iets minder kandidaat dan VeChain. En dan zal ik zo meteen toelichten waarom ik dat denk. Prijsactie technisch op de USDT-pair ziet er niet per se heel gek uit. We hebben natuurlijk een agressieve bullmarkt gehad. Agressieve bearmarkt gehad. En we lijken nu poging te doen om iets van een bodem te vormen. En waaraan kun je dat weer zien? Heeft ook weer met het liquiditeitsplaatje te maken. Net zoals bij VeChain. We hadden eerst de liquiditeit aan de bovenkant opgehaald. Wat ga je dan meestal doen? Liquiditeit aan de onderkant opzoeken. Dat hebben we letterlijk hier gedaan. We halen liquiditeit aan de onderkant op. En je ziet vervolgens sterkte. Het is geen toeval dat het keer op keer op keer gebeurt. Het is niet alleen op crypto. Is ook bij aandelen. Is ook bij goud, zilver, grondstoffen, forex, waar je ook maar aan de gang gaat. Liquiditeit is key en werkt ontzettend goed. Komt gewoon uitgebreid terug in de tradecursus. Dus mocht je er nou echt eindelijk een keer grip op willen krijgen, check dus vooral onze tradecursus eens uit. Wat zien we hier? We hebben dus de low behouden. We hebben de low opgehaald op de 4.22 ongeveer. En we zien vervolgens die push omhoog. Dan kun je dus vervolgens een tijdsframe lager gaan kijken om te kijken van ligt er misschien iets van een setup. Ook hier geldt weer, we hebben een market stukje shift te pakken. He, low, high, higher low, higher high. Hebben een close erboven gekregen, dus je mag op de pullback, wederom, super systematisch weer, mag je kijken naar het spelen van de higher low. Nou, als we dan vervolgens de demand in kaart brengen, die ligt op de 4.58 naar 4.43 ongeveer. Daar kun je dus je high low play gaan spelen. Dat kun je op 2 manieren doen. Of je legt je orders klaar. Stoploss ergens hieronder. TP1, 2R, entry hier. Dan heb je in principe je setup al klaarstaan. Optie 2 is je speelt in de prijs. Na confirmatie nemen we de entry. Dus dan heb je dus een low, een high. Nog 1 keer een flush omlaag. Higher high, higher low. Entry nemen op een vorm van demand, een order block, een fair value gap of een andere entry theorie. Stoploss onder de low, TP1 op 2R. En op die manier heb je een iets veiligere optie. Waarom? Omdat je meestal lokale de setup kan spelen. Heb je een strakkere setup, sneller je TP binnen, sneller je winst in de pocket. Kun je een strakkere stoploss hanteren. En stel dat de prijs nu om gaat rollen en het doet dit. Dan voorkom je dus dat je dan in positie zit. Dat is het voordeel hiervan. Nadeel daarvan is dat het kan zijn dat je heel snel erin wikt en bam, vervolgens dit doet. Dat zie je zeker de laatste dagen veel gebeuren. En dan loont het juist om deze optie te spelen. Dus allebei zijn speelbaar, allebei zijn valide. Je hebt de confirmatie te pakken, dus je mag ze ook allebei gewoon spelen. Alleen de vraag is, waar ligt jouw voorkeur en wat speel jij het liefste? En op die manier kun je dus voor jezelf gaan bepalen welke setup je dus het liefste speelt. Mocht je nou hier de low gaan verliezen, dan kun je helemaal terug naar de low bewegen om vervolgens alsnog een keer met datzelfde entrypatroon als hier de long op te gaan pikken. Dus ook weer na confirmatie. En die low ligt op de 4.20. Dan heb ik ook nog een mooi alertje klaarstaan. Dan nu, waarom ik minder bullish ben op Polkadot dan op VeChain. .USDT zou best al een bodem gevonden kunnen hebben. Net als VeChain. Maar .BTC laat het absoluut niet zien. Het zou nog kunnen dat we de monthly uiteindelijk erboven gaan sluiten. Hè? Dat we de last minute nog een pump gaan maken. En boven die 1792 sat gaan sluiten. Dat zou echt serieus bullish zijn. Maar tot nu toe is dit gewoon wat ik zie. Dat is namelijk een agressieve downtrend die nog niet ten einde lijkt. Daarnaast hebben we de swing low verloren die ons naar een nieuwe autumn high heeft gebracht. Verloren, teruggetest en nu zien we continuation omlaag. Dus het ziet er gewoon echt niet goed uit. Dus als je echt bullish wil worden en je wil zien dat op een gegeven moment Polkadot dus ook Bitcoin gaat outperformen. Wat je daarvoor wil zien is gewoon dat je je reclaim gaat maken. En dan kun je wellicht ook op de BTC pair een entry gaan zoeken. Dus Polkadot heeft wel wat haken en ogen. USDT pair ziet er gewoon goed uit. Komt vooral door Bitcoin dus ook. En wat je op Polkadot nu echt wil zien is die sterkte erboven. Ga je dat namelijk niet doen,
Ja, dan ben je gewoon veel beter af in Bitcoin. Want Bitcoin die stijgt gewoon harder dan .USDT. Dat is gewoon de conclusie die je moet trekken. Dus .USDT zou best al de bodem gezien kunnen hebben. Het ziet er op USDT pair ook wel netjes uit. De BTC pair laat echt een ander verhaal zien. En zou .USDT nog wel eens een tijdje omlaag kunnen gaan trekken. Goed, tot zover deze video. Heb je er iets van op kunnen steken? Zo ja, smash zeker even op die duim. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je graag weer bij de volgende video. Laters!